geen doorgebroken speler, vindt de scheidsrechter. En dan een opmerkelijk moment. Opeens komt er een man op een scooter het veld opgereden. Wat is er aan de hand? De spelers begrijpen het niet. Deze man is boos, want er is vuurwerk afgestoken. En zijn paarden zijn daardoor op hol geslagen en dus komt hij verhaal halen. Nou, dan heeft hij even op het veld gestaan, heeft hij zijn zegje kunnen doen en gaat de man op de scooter er gelukkig weer vandoor, zodat de wedstrijd verder kan.